We zijn hier vandaag bij de Lindenberg, waar we een kijkje mogen nemen bij de muziekgroep Breakout. Moet je eigenlijk al een instrument hebben? Of moet je het al kunnen bespelen? Laten we het ze navragen. Gaan jullie mee? Onze muziekgroep heet Breakout. Inmiddels al 26,5 jaar. We zijn een band die bestaat nu nog uit 7, 8 cliënten. En de muziek die wij spelen, dat is gericht op Engelstalige liedjes, popliedjes eigenlijk. Dus we repeteren één keer in de week. En het doel is om zoveel mogelijk naar buiten te gaan. Dus ook om zoveel mogelijk op te treden. Nee, dat vind ik niet eng. Dat ben ik nou al aan gewend aan optredens die wij hebben. Ik heb er wel vaak meegemaakt met optredens. Dat is wel leuk hoor, om dat te doen. Ja, nou niet meer. Vroeger misschien wel, maar nou, ik vind het leuk. Dat er hier gezellig is. Dat er iedereen gezellig is hier. Samen muziek kunt maken. Dat is hier echt leuk. Ze zouden het niet meer willen. Ja, omdat ik dat leuk vind. Ik hou van muziek. Door corona zijn er ook wat mensen weer gestopt met de band. Gemiddeld zitten wij op 12 cliënten. En dat is wat we kunnen bedienen. En we hebben op dit moment 7 à 8 mensen in de groep. Dus er is nog een plaatsje voor vier muzikanten. Ik speel een gitaar. Nog niet heel goed, maar nu kan ik het wel wat beter. Maar als ik les krijg van iemand. Cajon. Dat is een soort, daar staat hij. Dat is een soort djembe. Een soort ritmebox hoor ik net. We zijn gewoon heel enthousiast. Het is denk ik een heel bijzonder concept. Ik denk dat het een van de weinige bandjes nog is binnen Plurijn. Nog bijzonderder is dat we hier op een muziekschool zitten en helemaal meegenomen worden in het muziekprogramma van de Lindenberg ook. Dus ook met optredens, uitvoeringen, af en toe mogen we een optreden verzorgen in de theaterzaal of binnenkort weer op een poppodium buiten. Dus dat maakt het eigenlijk heel bijzonder allemaal. Ik zou het wel aan kunnen, veel mensen laten muziek laten maken, ja. En dat misschien mensen misschien geïnteresseerd zijn in muziek. Die dat misschien leuk vinden. Wij zijn de band Breakout en wij hopen dat jullie ervan genoten hebben. En hopelijk zien we jullie gauw. Want als je erbij wilt komen, kan dat natuurlijk in deze leuke groep. Dus schroom niet, meld je aan en dan zien we je gauw. Wauw, wat een gave muziek maken ze. En je kunt er nog bij. Is er iets anders wat jij onder de aandacht wil brengen? Mail dan naar redactie@plurijn.nl en wij regelen de rest. Doei!